expositie van de World Press Photo is naar Berlijn, Amsterdam, Tokio neergestreken in Groningen in de A-kerk en we gaan even een kijkje nemen. Kijk, dit is Jan Zeeman. Je gaat ons even rondleiden. Wat voor soort fotografie maak je? Nou, ik werk voor de krant, voor Dagblad van het Noorden. Ik ben daar dus persfotograaf. En ja, in principe fotografeer ik alle onderwerpen. Denk je dat mensen deze hebben uitgekozen? Dat weet ik niet. Kijk, die man heeft een onverbiddelijke blik. Zijn karakter is compleet af te lezen. Gewoon aan de buitenkant. In die zin is het denk ik wel sprekend. Er is iets mee gedaan. Volgens mij is hij de achtergrond wat doorgedrukt. Ik hou er niet van dat je die bewerking kunt zien. Het licht is niet helemaal mooi. Hier zie je veel licht, hier glimt wat. En onder zijn neus is het wat donker. Maar ik denk dat het mooi was geweest als die wat meer zeg maar busteachtig was gefotografeerd. En er staat de tekst bij de vermoeide soldaat. De vermoeide soldaat, ja. Terwijl je, als je het verhaal weet, dat het om iets heel anders gaat, dat hij heeft zijn collega's allemaal dood zien gaan en nu bekomt hij van de schrik. Ja, nou ja, als je zoals ik nu voor de foto sta en ik met de tekst van de vermoeide soldaat in gedachten, dan en ik kijk naar zijn gezicht, dan zie ik ook wel dat het niet vermoeid is. Kijk, een van de kenmerken van deze foto is dat het heel somber van kleur is, maar vooral hij is onscherp. Nou, wanneer wordt een onscherpe foto uitverkoren? Nou, dat gebeurt niet gauw. Robert Capa met de invasie, dat was ook een hele onscherpe foto. Dus in die zin heeft het enige leek. Maar ja, het moet wel weer oorlog zijn om in de prijzen te vallen natuurlijk. Mm-hmm. Dit is inderdaad een van de meer indrukwekkende foto's eigenlijk. Je hebt verder geen tekst nodig. En iedereen die het ziet, die zal geraakt worden door dit tafereel. Ik bedoel, iedereen weet wat mensapen zijn of gorillas in dit geval geloof ik. En die beesten zijn al bedreigd. En dit is geloof ik ook nog een specifieke soort gorilla wat bedreigd is. Ja. En ja, goed. En wat ik dan weer op een of andere manier weer heel wrang vind, is dat er toch nog even weer een paar blaadjes in de mond van de aap gestopt moesten worden. Waarom denk je dat ze dat gedaan? Weet ik niet. Ik vind het een soort, in Duits noemen ze dat demütigung. Mm-hmm. Een soort minachting of nog een... Ja, de mensheid heeft al gewonnen en dan moet je dus nog verder krenken. Wat denk je dat het doel is van de World Press foto's? Het is altijd heel veel negativiteit, naar mijn mening. Ja. Altijd oorlog en ellende. Ja, ja. Ja, ik goed, was het doel van de World Press. Ik zou het zo niet weten. Wellicht gewoon nog eens een keer de aandacht vestigen op de foto. Kijk, een van de dingen die ik me zou kunnen voorstellen is, als je een foto in de krant hebt, dan weet je natuurlijk niet hoe groot die foto eventueel in de krant komt. En met zo'n World Press en je valt in de prijzen, dan komt jouw foto nog eens een keer heel groot onder de aandacht. En we hadden het net al over hoe ver kun je gaan met Photoshop en bewerken en wegstempelen van bepaalde dingen of toevoegen van bepaalde zaken. Nou, hier zie je een paar dingen waarvan ik denk dat ze wel met Photoshop zijn toegevoegd of die te zeer laten zien dat je met Photoshop is gebeurd. Bijvoorbeeld die foto met de pistool op de voorgrond. Dus hier op de achtergrond zie je de lucht en je ziet net dat die lucht wat donkerder wordt naar de hoek. En aan de zijkant zie je ook nog wat. Nou, dat is, je ziet dat het een klein beetje doorgedrukt is. Nou wil ik daar vrede mee hebben. Maar je ziet het. En dat vind ik vaak niet mooi. Maar als het nou de foto beter doet uitkomen, dan is dat toch niet erg? Of vind je dan een vertekening van de werkelijkheid? Nou, je moet uitkijken. Kijk, dit zijn persfoto's. Je pretendeert de werkelijkheid weer te geven. Dan moet je daar niet al te rooskleurig in zijn of al te somber over doen. Die foto's moeten wel enigszins weergeven wat het, waar het om gaat. Het moet geen effectbejag worden. Dat moet je zeker niet doen. Toen ik het voor het eerst zag, dacht ik van dit zijn foto's uit de jaren 60 of zo. Ja. En dat is dus niet zo.
Maar ja, er zijn toch wel serie zeer indrukwekkende portretten. Heel simpel gemaakt natuurlijk, ik bedoel, bij bestaand licht, zoals het heet. En, maar ja, je ziet de armoede. Maar ach ja, die gezichten die spreken zo. En, nou, dat meisje is toch prachtig even lachen en dan ja, doe ik het helemaal. Wat is het verschil als dit in kleur zou zijn? Dan zou waarschijnlijk de foto wat minder tijdloos zijn. Dan zou het dus wellicht meer lijken dat het nu gemaakt is. Een goede foto, vind ik, en omdat alles in kleur is tegenwoordig, is ook goed in zwart-wit. Als een kleurenfoto in zwart-wit niet mooi is, dan is het, vind ik, geen goede foto. Dat is meestal zo. En nou ja, deze foto's zijn zwart-wit, maar ze spreken, dus nou ja, hoe dan ook goed. En in kleur zouden ze ook goed doen. Ja, we zien hier twee foto's. De onderste foto is in scène gezet en de bovenste foto is op het moment zelf. Waar geef jij je voorkeur aan en waarom? Nou, even tezijde. Ik weet niet of die onderste foto echt in scène gezet is. Dat je dat zei. Nou, dat heeft er alle schijn van. In ieder geval is het wel zo dat de indruk bestaat dat de fotograaf op zijn minst hier toestemming heeft om te fotograferen. Ik bedoel, hij is binnen de kamers. En hij heeft wel een heel mooi teder moment gefotografeerd, zoals de mensen zijn. Bij de boze foto is het echt een sprekje van een soort registratie. Zoals je dat wel, ja, dat is ook meer zoals ik het zelf denk ik prettig zou vinden. Iets registreren wat zich voordoet voor het oog van de camera en dat volgen en fotograferen. Dus dat ligt in die zin, is dat meer mijn, wat ik prettig vind om te fotograferen. Dat ja, ja. De expositie in de A-kerk duurt nog tot 27 november. Heel erg bedankt voor je uitleg. Heel graag gedaan. En wij gaan nog even verder kijken. Heel fijn.